Je gaat me alles vertellen. En nu doen we het op mijn manier. Je was best hardhandig. Ik weet dat jij het was. En vanavond ga je de waarheid vertellen. Dat kan ik je garanderen. Daar zorgen ik en mijn goede vriend Petflat wel voor. En als het moet, nog hardhandiger. Het stinkt hier. Zit me niet zo te jennen. Petflat. Nou, vertel. Waarom heb je het gedaan? Was het je eigen initiatief? Je wilt het wel heel graag weten, hè? Weet je wat? Rechercheur... Nee, ik noem je gewoon bij je voornaam. Sinds we zulke goede vriendinnen zijn, hè, Puk? Luister, ik vind het best frappant. Je weet prima dat ik... Ik kan toch niet biechten met al die seksgeluiden op de achtergrond? Weet je hoe afleidend dat is? Wat is dit nou weer? Petflat, je zei dat er beneden nog lege kamers waren, toch? Oké. Pak de spullen. Dus, Annie, waar waren we? Oh ja, jij ging praten. Heel fijn. Praat maar. Ik heb een beetje een droge mond. Heb je glas water voor mij? En daarna ga je praten, toch? Even de keel smeren en dan praten, ja? Ik heb niet de hele nacht de tijd. Oké, luister. Ik... Ik ben Petflat. Weet je hoeveel moeite ik heb gedaan om mijn collega's en mijn baas te overtuigen van het feit dat ik dat niet was in die sekstape? Wat heb je überhaupt met al die foto's gedaan? Dit is toch niet te geloven? Nou... De zolder. Ik hoop dat je het nu naar je zin hebt. Ik vind het niet zo erg. Ik vind het wel gezellig. Zo zien we nog eens wat van deze boerderij. Oh, shit. What the fuck? Ich möchte euch wehtun. Oké, fuck dit.
is het al godverdomme afgelopen met die teringherrie? Ik wil slapen. Opzout allemaal. En jij al helemaal, klote nazi-geest. Jij was het, hè? Jij zit achter mijn afpersing. Ja, klopt, ja. Ik was het. Ik was de afpersing. Dat stond vanmorgen in de krant. Nice.